Ik ben Hugo Westerveld, ik ben 25 jaar. Mijn keuze voor een technische opleiding was snel gemaakt, want techniek is mij met de paplepel ingegoten. De mooie campus en de relaxte sfeer hebben mij ervan overtuigd om naar Twente te komen. De studie Electrical Engineering is een prachtige mix van theorie en praktijk. Het leuke is dat je altijd aan het puzzelen bent. Mijn afstudeerrichting is IC Design, dus het ontwerpen van chips. Mijn scriptie gaat over een digitaal naar analoog omzetter voor audio. Zo'n chip vertaalt digitale spraak of muziek naar signalen die naar je luidsprekers kunnen worden gestuurd. Bestaande omzetters presteren nou erg goed in het audiogebied, maar daarboven produceren ze heel veel stoorsignalen. Mijn ontwerp heeft daar bijna geen last meer van. Daardoor zijn er geen filters meer nodig en kan je MP3-speler kleiner, goedkoper en gaat de accu langer mee. Omdat ik na mijn afstuderen ook ben gaan promoveren bij IC Design, krijg ik de kans om mijn chips te laten fabriceren en zelf te meten of de oplossing ook echt werkt. Naast mijn werk ben ik niet vies van een beetje klussen in en om het huis. Genieten van het resultaat is natuurlijk net zo belangrijk. Met het geld dat ik win, ga ik 3 weken backpacken in Vietnam. Hugo is een student die bij de eerste kennismaking meteen opvalt. Hij heeft belangstelling voor alles wat met techniek te maken heeft en hij weet er ook echt veel van. Hugo ging met een collega-student aan de gang en kwam met een oplossing die op systeemniveau er heel erg mooi uitzag. Maar om te bewijzen dat het echt werkt, moet je een chip maken. Toen ik aan Hugo vroeg om dit als afstudeerwerk te doen, was hij meteen enthousiast. Binnenkort hopen we de chips terug te krijgen uit de foundry. En dan maar kijken of die net zo goed meet als dat hij gesimuleerd is. En natuurlijk dat hij ook goed klinkt. Hugo is inmiddels werkzaam als IO bij de leerstoel ICD. Als de chip goed werkt, kan hij zijn eerste publicatie gaan schrijven. Hugo, gefeliciteerd!